Landcruiser, ja. Ja, und da hast du Raphael, ja. RSQ8. We zijn hier in de werkplaats. We hebben hier een mooie RS6 staan. Daar hebben we de velg van hersteld. De eigenaar had een stoepje geraakt. Nu is de velg, zoals jullie zien, weer helemaal netjes. En uiteraard hebben we weer netjes helemaal schoongemaakt, dat hij weer lekker de weg op kan. Deze Toyota Land Cruiser gaan we weer helemaal netjes maken, van buiten en van binnen. We gaan dichromen, dus alles wat chroom is, wordt zwart. De delen die we gaan dichromen zijn de grill, het logo voor in de grill. Bovenop de koplampen, de mistlampen, panelen op de portieren en achterop de logo's en typeaanduiding. Sommige delen worden gerapt, sommige delen laten we spuiten. Deze auto staat op grijs kenteken. Het is een bedrijfsauto. We zijn op dit moment accessoires aan het installeren. Mijn collega is daarmee bezig. Er komen signaleringslampen op, zodat als meneer langs de weg staat, dat de auto dan beter opvalt. Bij deze Audi RSQ8 hebben we schade hersteld. De velgen die worden nog hersteld. Op dit moment doen we een eigen set eronder. Meneer wil de auto graag weer mee hebben voor het weekend. Dus wij krijgen volgende week weer de velgen van de eigenaar terug. Dan gaan we die weer wisselen met onze eigen velgen. Voor de rest wordt er nu groot onderhoud aan de auto verricht en kan de auto weer de weg op. Bij deze RS6 zijn de velgen hersteld, er is groot onderhoud uitgevoerd. We hebben koelvloeistofreservoir vervangen, want die lekte. En we hebben beide differentieelolie vervangen. Er zitten op dit moment 2 nieuwe banden op. Andere banden moesten we even op wachten, maar die komen ook nog op de auto.
In opdracht van een collega autobedrijf hebben wij deze G63 Edition 1 uit 2019 helemaal aangepakt. Zowel van binnen en van buiten hebben we deze auto volledig aangepakt. Om te beginnen met, we hebben de grill van de auto helemaal zwart gewrapt. In eerste instantie wilden we hem gaan spuiten. Alleen uit ervaring blijkt dat wanneer deze gespoten wordt, door de steenslag snel de originele chrome kleur weer zichtbaar is. Verder hebben we bij deze auto de treeplanken zwart gewrapt. En zoals jullie hebben kunnen zien in de vorige week video waren deze dusdanig geoxideerd dat ze eigenlijk niet meer te spuiten waren, wat in eerste instantie wel het idee was. Vandaar hebben we ervoor gekozen om deze te wrappen, waardoor ze nu weer in een mooie hoogglanszwarte afwerking zijn. Ook zijn de uitlaattips opnieuw hoogglanszwart gespoten, wat uiteraard weer een mooi match bij de rest van de auto en wat sportiever staat. Daarnaast hebben we de software aangepast en is de OPF weggeschreven. En als laatste is de auto volledig gepoetst en dat zorgt er weer voor dat deze weer in showroom staat de weg op kan. Bij deze RSQ3 hebben we groot onderhoud uitgevoerd. Tijdens het onderhoud kwamen we er ook achter dat een van de bobines kapot was. Dit hebben we met de klant besproken en besloten om ze alle vijf te vervangen. Zoals jullie zien, een oude bekende, de Fiat Jolly, is naar de RDW geweest en hij is goedgekeurd. Dus binnenkort hoeft hij niet meer op transport, maar kunnen jullie hem gewoon vinden op de Nederlandse wegen.